What's up, guys, ladies and gentlemen? My name is Elvis Gitma. Hoe jullie wel weten. Ik heb Luzarno aan de titel. Ik ga weer naar Nieuwijn toe. Super leuk. Van mensen die Nieuwijn nog niet heel goed kennen. Van mijn vlogs. Nou, dat is een zomerconferentie. Voor mensen die christelijk zijn. Die hebben gewoon. Ik kan mijn Jezus aanbidden. God. Dus dan gaan we eerbiedig zijn en weet je wel. Dus dat is het eigenlijk. Een soort opwekking. Een opwekking in best groot. Daar is het zelf eigenlijk een soort van. Weet je wel, oké. Ik zit hier lekker op mijn kamer. Want ik ben al een middag hier vrij. Ik ben rond kwart voor één en hij is fiets. Super leuk. Zo, dat was niet de bedoeling. Een camera view, maar oké, maakt niet helemaal niet uit. Nou, ik zit lekker op mijn kamer. Lekker hier, oude radiootje. Ik ben nog bezig met een andere oude radio erbij. Om het op elkaar te doen, weet je wel. Ik ben echt super blij dat ik dat mijn abonnees gewoon super hard gaan. Ben ik echt super dankbaar voor. Thanks allemaal. Yes. En even shout out naar iedereen dat nu abonneert op mij. Bedankt. Echt waar. Yes, oké. Dan kom ik ook een keer een winactie. Dus als jullie dat niet willen missen. Abonneer mij gewoon op mijn YouTube kanaal, weet je wel, en dergelijke reden. Goed. Yes. Nou, ik maak ook wel een vlog over Bastianaria. Ik maak een podcast. Dus ik heb hier gewoon een boek van Bas van Door, weet je wel. En dan geef ik hier een stukje over. Lees van mijn podcast, maar dat moeten we zo even doen, weet je wel. Mijn Adriaan Bloesje zit daar gewoon super leuk. Dit is gewoon mijn studio eigenlijk. Ik ga nog een beeldscherm bij kopen bij van Kingdom Winkel en dan nog even een computer erin monteren. En dan heb ik gewoon een eigen. Ik ben ook bezig met de Robin van Bassie en Adriaan. Helemaal compleet maken, dus nu maak ik gewoon een robot voor Bastianaria. Ik heb nu wat armpjes kunnen maken, alleen nog wat een plaat hier aan. En dan moeten we even kijken of dat gaat lukken. Ik ben even kijken, want dan moeten we even, ik kan nu wel mee beginnen aan mijn werk. Studio, even kijken. Zo, ik ben er weer. Oké, lekker in mijn studio, weet je wel. Ik heb een gaming stoel, altijd leuk. Ik heb ook nog een stok. Hoezo heb ik die? Ik heb dat ooit een keer gekocht voor mijn voor de leuk of om theater mee te doen. Deze stok heb ik ook vaak in video's gebruikt. Daarvoor heb ik het ook eigenlijk voor aangeschaft. Super leuk. Deze stok even weer wegleggen. Ik heb hier nog 5 man. 5 centje. Super leuk. Ik heb dit, een soefnietje, een houtkavel, dat vond ik wel leuk, want
groeten van de Utrechtse Heuvelbrug. Dat vond ik gewoon leuk om te hebben, weet je wel. Dus ja. Oké, dat is het wel. Ik heb gewoon een statiefje ook gewoon helemaal klaar staan. Om gaming video's of andere dingen mee op te nemen. Dus ja. Ik pak even mijn microfoon bij, want ik heb ook gewoon een podcast wat ik dan moet helemaal moet georganiseerd hebben. Maar ja, ik ga dus naar de wijn toe. En heb ik ook gewoon dingetjes nodig om wat ik leuk vind om te doen. Dus dan neem ik ook gewoon uiteraard mee. Ga je wel mijn microfoon aan sluiten. Zo. Even op een volume dat het niet dood is. Zo, oké. Nou ja, ik als ik naar die wijn ga. Kak. Maar als ik naar die wijn ga, dan neem ik altijd gewoon een schriftje mee. Ik heb nog een SPSS, hoe kom ik daaraan? Ik heb dat gewoon gekregen. Waar ik ook mee neem, is deze hoed. Supermooi hoed. Ja, nu een beetje ingeduid, maar maakt op zich ook niet echt heel veel uit. Op zich een mooi hoedje om op te doen. Kijk maar. Mooi hoedje, dus ik heb 10 uur op, dus kijk maar. Goed, ik ben een beetje gek. Nou, ik heb een lekker vakantie. Even een paar dagen weg. Super leuk. Goed. Yes. En als ik op vakantie ga, naar de wijn ga, neem ik altijd een zak. Oké, okay, goed, dus bij denk. Flipperen. Goed. Ik heb ook lekker een hele nieuwe pum van 60 euro, weet je wel. Hier te best verdienen, de mensen wat. Ja, ik heb hier gewoon dat pum. Van een heel. Lekker groot zit er aan, dus ik ga maar weer opdoen. Dat is een beetje overdreven, hè? Zo, dat hebben we ook gedaan. Zo, nou, lekker de op. Ik ruik lekker. Dus, dat iedereen wel kan. Oké. Okay. Goed. Ik ben super blij gewoon met die parfum, weet wel. Ik gebruik het elke dag. Ik ga morgen weer douchen en dan ga ik gewoon uiteraard de shampoo gebruiken. Van de merk ook waarvan ik ook het filmpje van heb, dus dat ik heb gezien. Dit is de merk van het film. Ja, jullie zien het hier van de spiegelbeeld. Dat maakt op zich ook niet echt veel uit. Oké, dus ja. Oké. Ik zit lekker naar buiten te kijken. En opeens hoor ik. Wie is daar? Sinterklaasje. Oh, Sinterklaas, kom eraan. Oh, Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet. Anders in een allemaal kleine lied. Ja, ik vind het natuurlijk niet. Ik ben niet van mij dan de boef. Ah! Boefie! Oh, waar komt die boefie nou vandaan?
Ik ben uit in die box. Klein Nermpie. Ik zei Nermpie. Waar is die Klein Nermpie nou weer? Hallo Klein Nermpie. Goeiedag. Nee, nee. Maar wie klopt dat zo? Is het een klopgeest? Nee, ik ben een klein duimpje. Goeiedag. Nou, doe dat niet zo mal. Ik hoef jouw gek stemmetje niet door, hé. Ik ben dat Elvis, zijn vriend. Maar, hoezo praat hij dan zo raar? Ik ben opgenoot in een klein boxje, een klein spiekertje. Nee, meen je dat? Dat is toch niet leuk? Maar ik kan nu ook niet uithalen, ik ben helemaal niet toe. Ja, opentroef me ga ik ook niet doen. Weet je wel? Ja, weet je het goed te maken? Ik ga elke dag een liedje zingen. Voor jou. Oké, goed. Zo, dat heb ik hem opgelost, toch? Hey, applaus! Zo. Dank u. Goed. Wat toevallig zeg. Ik ga naar die wijn toe. Wat zing me aan? Over God, over Jezus. Nou, ik heb een mooi nummer over Jezus gemaakt. Dus dat gaan we zelf even zingen voor Jezus. Jezus gaan we eer. Dus hier komt die. Jezus is de God en de Jezus. Ik denk maar elke dag aan u. Omdat u er weer bent. Jezus. U maakt zoveel wonderen. Want ik denk maar elke dag aan u. Mooi nummer voor gemaakt en mooi gezongen. Super!
Oké, nou, ik ga nu afsluiten. Lekker moet kijken naar deze video. Vergeet hem zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Doe een duimpje omhoog, doe een reactie. En wat ik altijd zeg is later. Tot de volgende video nog weer later. En hopelijk vonden jullie deze video leuk. En wat denken ze nu? Subscribe to my YouTube channel. Like hem hier. En later. Adios. Woehoe!